Ik ga niet ik maak vlak weer mijn podcast. Vorige week ben ik hier gebleven en we gaan vandaag, denk ik, bezig met dit gebied. Of we gaan hier bezig. Moeten we maar even kijken. Misschien dat ik eerst de minimaal beveiligde gevangenen wat meer ruimte wil geven. Dus dat zal wel fijn zijn om te hebben. Zo moeten we even kijken. Dit wordt dus de cellen. Hier een gang. Hier weer cellen. En dan hier een buitenplaats. Dan moet dat eigenlijk ook gewoon hier. Dus dit is 5. Oké. Dan wordt dit cellen. Hebben we dit als gang er tussendoor. En dan weer een reeks met cellen en daarachter weer een gang. Zo. Oké, dat zal wel goed moeten komen, denk ik. Terwijl we nou allemaal hier lekker mee bezig zijn. Oké, ik denk dat ik alvast ga beginnen met de... Oh, wacht, even kijken. Ik moet hier natuurlijk ook wel een voorwerp. Dan is dit dus een celblok. Kijken, tot zo ongeveer. Met dit ook nog even bij. Oké. We hebben een gang die zo verder loopt. En dan hebben we hier weer zo'n gedeelte. Maar echt dat we 521 lijken hebben. Nou ja, we gaan in ieder geval wat meer gevangeniscellen erbij pleuren, dus dat zal wel goed moeten komen, denk ik. Want dan kunnen we die cellen die hier boven staan, kunnen we dan gewoon kopiëren en plakken de hele tijd. Dus dat is ook wel chill. En het is op zich wel fijn dat ze hier gewoon nog de deur hebben, wat ze heel makkelijk hier naartoe kunnen. Ook al moeten ze dit hele stuk nog lopen. Ik denk dat we wat meer waakzaam nemen, want volgens mij is er gewoon te weinig. Kijk, dit is nog wel 6 mensen die dan niks te doen hebben ongeveer. Maar die lijken die gaan ook een beetje met vlagen. Dan gaat het weer heel goed. En dan gaat het weer heel slecht. Dus ik weet niet waardoor het komt. Misschien dat ik dat even op kan zoeken een keertje. Want als ik echt gewoon 526 lijken heb. Ja, dan moet toch wel de reden voor zitten waarom er zoveel zijn.
Ja, ik wou net een grondig onderzoek waarschijnlijk gaan doen, maar dat lijkt me niet echt zo handig op dit moment. Doe eens. Ik sta nog helemaal niet eens in de kantine, dat is handig. Oh nee, mag wel. We hebben dan gewoon van hun gewapende bewakers staan. Lekker even douchen tijdens het eten. Ja, het kan. Maak dat ding eens aan. Jezus. Echt, dan hadden we een stuk overgeslagen en dan denk ik van, why? Wat een gigantische gevangenis heb ik eigenlijk. Ik heb gewoon overal van die gangen er zitten. Maar ja, moet ook wel. Kijk, dat is al beter. Hebben ze meer doucheruimte? Ik denk dat ik dit gewoon even gesloten hou, want we hebben gewoon, we hebben echt gewoon te veel gevangenen. 1075. Ja, er zitten er wel 527 lijken tussen, maar alsnog, dat is nog een behoorlijk aantal. Ze zijn weer aan het rellen. Achterdachtig, yeah. Rellen, oh no. Honderd gevangenen zijn aan het rellen. Oeh. Oh, er is er eentje buiten. Ja, dan gaat er een sniper op je tanken. Tuurlijk. Nou, dat is weer een gigantische rel geweest. Hey, tunnel.
Waarom duurt het zo lang eigenlijk? Dat is mijn vraag. Oké, dat vind ik ook wel een beetje onnodig voor vier van die wakers. Bewaker kan dit ook wel even aan. Dat is wel prima, denk ik. Laten we er al twee staan. Oké, dat is wel beter, denk ik, toch? Ja. Alleen nog even toggles rondlopen. Zet dat hier ook even even neer. We volgens mij wel binnenkort wat meer hondentrainers aannemen, maar dat zal nog goed moeten komen, denk ik toch? Of niet? Honden zullen toch allemaal genoeg zijn. Oh ja, hier moet ook natuurlijk nog zo'n gevangenisdeur in. Als je muur en deur mag ontmanteld worden, want dat is niet benodigd daar. Oké, waarom heb ik hier personeelsdeuren nog staan? Waarom? Dat is toch niet logisch? Daar moet gewoon normaal. Nou, daar hoef ik eigenlijk in principe helemaal geen deuren, zodat ze gewoon in één stuk door kunnen lopen. Oké, de laatste dingen worden hier geregeld. Is ook wel even fijn. Dan kunnen we de volgende aflevering gewoon beginnen met de inrichting van de cellen. Denk ik toch. Kijken of ik er toevallig nog eentje hieronder kan neerzetten. Oei, dat kan net. Oeh, dat is heel handig. Dat het gewoon precies past. Dat is wel fijn. Nou, laten we die dan nog maar even bij maken. Dan hebben we dat in ieder geval ook alvast klaar. Dan ga ik ook alvast even weer de stroom- en waterleiding aanpleuren. Zo, en op de elektrische kabels. En hier natuurlijk nog even doorlopen. Dan kan ik hieronder gewoon nog even een veilige omheining maken. Oké, dan komt die deur hier toch wel weer goed. Oh, pas. Als ik daar dan gewoon een deur neerzet.
En dan hier gewoon nog gas weer tussendoor. Nou, dat wel helemaal goed komen, denk ik toch? Nee, volgens mij heb ik nog wel wat meer hondentrainers nodig. Laat ik er nog maar even wat aannemen dan. Van 10, dat lijkt me wel meer dan zat. Ik begin wel te merken dat mijn computer het minder goed aan kan. Maar dat is wel logisch. Vanwege dat wel meer dan 1000 entities zijn die allemaal berekend moeten worden en alles. Ja, oké. Okay. En wanneer ze dat cellenblok hebben gemaakt hier, dan kunnen we wel weer de aflevering afsluiten, vind ik dan. Vijfhonderdtweeënzeventig lijken. Ik neem gewoon geen nieuwe gevangenen aan totdat het hele gebied, nou ja, een beetje opgelost is, laat ik maar zeggen. Ook wel fijn dat we daar een opslag hebben, maar dan moeten ze helemaal dit stuk echt gaan lopen als de tyfus. Kijk, hoe zit het nou eigenlijk met de behoeften? Behoeften. Ja, ze blijven nog wel een beetje hetzelfde staan. Maar het komt waarschijnlijk ook omdat er nog best wel wat gevangenen gewoon geen cel hebben. Ga ik dan wat vanuit. Dus ja. En misschien dat ik binnenkort nog wel eens ga proberen om in dit deze gevangeniscomplex gaan proberen te ontsnappen. Maar ook al is dit nog niet helemaal af, dat is helemaal prima. Ik ga het gewoon binnenkort een keer proberen. Eens kijken hoe mijn beveiliging eigenlijk is. Moet ik dat eigenlijk wel een beetje ready maken. Dat ik hier dan ook gewoon een hele veilige omheining omheen maak. Met sniper torens natuurlijk. Dan moet ik de volgende aflevering misschien maar doen. Of een van de afleveringen daarna, wanneer ik dit ook al heb ingericht. Jezus. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.